Wat zijn de speerpunten van Rhenen in 2017, Hans? Nou, wat heel belangrijk is voor Rhenen sowieso is recreatietoerisme. En daar hebben we ook een aantal echte speerpunten op. We zijn bezig samen met Veenendaal om het recreatieterrein Quintelooien over te nemen van het recreatieschap. Dat houdt op te bestaan per 1 januari 2018. Mm-hmm. Dat is heel belangrijk. We hebben ook de Passantenhaven nemen we over. Die nemen we zelf als gemeente over. Dat is het haventje vlakbij. Wordt dat dan uitgebreid of wat moet ik daarbij voorstellen? Uitgebreid is lastig. Ja. Want we willen er geen echte jachthaven of zo van maken. Maar we willen wel, het is wat gedateerd. Het is wat meer jaren 70 en we willen het wat meer modern maken met een mooie strip. De auto's proberen we het weg te halen. Nou ja, goed, daar hebben we veel overleg over met partners. Ook mm-hmm. met Moekerene, zeg maar zeggen het restaurant ja. wat daar zit. En wat voorheen Tante Loes heette. Mm-hmm. En er is ook een voetveer, fiets- en voetveer. En nou, dat zijn belangrijke punten voor ons in ieder geval om het recreatietoerisme. Evenals het vernieuwen van het museum, dat hoort er ook bij. Om dat beter op de kaart te zetten. Nou ja, oude hand hoort daar natuurlijk Spreek ook bij. Zich. Ja, dat hoort er ook bij. Ja. Maar het is wel een profiel van Rhenen. We hebben de Cunera-kerk, die moet dit jaar tot een afronding komen. Die hebben we gerestaureerd. Een probleem ook gewoon qua natuursteen. Wat ook trouwens de Dom in Utrecht heeft. En ook de Eusebiuskerk in Arnhem. Ja. Precies dezelfde problematiek. Ook vanuit de restauratie uit de jaren 70. Nou, die gaan we vernieuwen. Ja, en we willen natuurlijk wel heel graag dat we op de punten van het sociaal domein ook nog een aantal dingen echt voor elkaar krijgen. We hebben natuurlijk, net als alle andere gemeenten, heel veel werk besteed aan het goed implementeren van heel die wetmaatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg. Ja. Maar daar moet nog veel op gebeuren. Want daar zijn we nog lang niet mee klaar. En met name ook zorgen dat we aan de voorkant meer komen te zitten. Preventief naar kinderen, jongeren. Is heel belangrijk, denk ik, zodat ze niet in de problemen raken. Gezinnen daarbij ondersteunen. We hebben ook de inzet van buurtgezinnen. Die kregen recent trouwens ook een appeltje van Oranje uitgereikt van de koning en de koningin. Het laat ook zien dat er hele goede initiatieven zijn op vernieuwende manier. Ja, dat zijn echt ook belangrijke punten. Nou, en sowieso is financiën natuurlijk voor ons ook van belang. En het nadenken echt over de toekomst. Waar gaan we naartoe als Rhenen? Is ook nog belangrijk. Want we komen gewoon in de problemen, in de knel, als het gaat om ruimte voor bedrijven en wonen. We zitten gewoon bijna dicht. Vol. Ja, vol. Ja. Maar dat is niet alleen Rhenen. Daar heeft Veenendaal ook wat last van natuurlijk. Ja, klopt. Maar wat wij natuurlijk wel hebben is dat wij zijn mooi omdat we helemaal omsloten zijn door natuur. Mm-hmm. Maar dat geeft de beperking dat je ook niet kunt bouwen. Weinig bouwmogelijkheden hebt. Want in de randen is alles Natuurnetwerk Nederland. Hè. Voorheen heette dat ecologische hoofdstructuur. Dus je hebt heel weinig mogelijkheden. Planologisch om nog te kunnen gaan bouwen. Ja. Het grote probleem inderdaad. We hebben het straks eventjes over Remmerden natuurlijk. Ja. Dus daar gaan we straks verder over praten. We gaan luisteren naar het volgende nummer. Hier komt Counting Crows met Mr. Jones.